Ja, en de exacte locatie van deze live-uitzending is Food Dog Deventer. Dat is een eigentijdse restaurant in een monumentaal pand aan de rand van het havenkwartier Deventer. Tjeerd, jij bent een van de oprichters van Food Dog. Ja. Wat heb jij met koken, met eten? Nou ja, koken vind ik leuk om te doen, maar ik heb vooral wat met eten. En waar ik van hou is gewoon echt pure gerechten waar je de smaak van de ingrediënten nog in herkent. En ja, dat is ook een beetje het podium wat we hier hebben, waar we ondernemers uitnodigen om die houden voor puur en eerlijk eten, om dat te delen met het publiek. En dat is wat we hier doen. En wanneer is dat idee ontstaan en waar heb je het bedacht? Ergens op vakantie op een markt waar je lekker eten kon kopen? Nee, het idee is langzaam gegroeid, zoals dat meestal gaat. Ik heb hiervoor een koffiehuis in Deventer gehad en daar kwam ik heel veel mensen tegen die een passie hadden voor mooi en puur eten. Maar dan of de mogelijkheden of de middelen niet hadden om zoiets van de grond te trekken. En ik sprak op een gegeven moment met Gerald Hekman, een van de andere initiatiefnemers. En toen dachten we, goh, als we dat bij elkaar brengen, dan kun je een aantal kosten met elkaar delen. Maar je kunt ook veel meer publiciteit eromheen maken. En zo is eigenlijk het idee van Food Dog geboren. Ja, toen liepen we tegen dit prachtige pand aan. Toen een graansilo, oude graansilo. Ja. En toen hadden we een heel mooi pand en een mooi idee. Maar Food Dog is eigenlijk echt pas gaan leven vanaf november toen we hier open gegaan zijn. 2015. En, ja, vorig jaar november was dat. En nu zijn we ruim een half jaar bezig. En met heel veel succes exporteren we hier nu een foodhall in Oost-Nederland. En wat je merkt is, we hebben elke week zo tussen de 2.500 bezoekers. Met hele enthousiaste reacties hierop. Ja, een foodhall. Waar moet ik dan aan denken? Wat kan ik hier kopen? Ja, eigenlijk kun je hier voor een heel breed spectrum in allerhande keukens kun je hier terecht. Dus het gaat van sushi tot de Midden-Oosten keuken. Er zit een hele goede leverancier van vis. Ja, die roken hun eigen vis wat er aangeboden wordt. Maar ook een hele mooie burger met puur rundvlees is te verkrijgen. Maar ook een aantal landenkeukens. Als je denkt aan de Indonesische keuken die vertegenwoordigd is. En wat ook wel leuk is, vanaf 1 augustus komt er weer een nieuwe keuken bij. En dat is de West-Afrikaanse keuken. We hebben weer een hele eigen smaakprofiel daarin. Want dat wisselt ook, die ondernemers. Ja, ja. Het concept is zo opgebouwd dat we naast een gedeelte vaste ondernemers, zit er ook een gedeelte van de keukens die wisselen continu. Waardoor we ook voor het publiek continu weer nieuwe smaken aan kunnen bieden. Of een aantal keukens worden gedeeld door verschillende ondernemers. Of een week op, week af constructie. Of de ene ondernemer die gaat van woensdag tot en met vrijdag. En weer een andere ondernemer pakt dan het weekend daarin. Nu heb je in Rotterdam zo'n hele grote hal waar je eten kunt kopen. Een soort food dog. Is het in het oosten al wel geland? Het bezoekersaantal wijst dat uit. Ja, dat het meer dan geland is. Het concept zit ook iets anders in elkaar. Rotterdam, want dan heb je het waarschijnlijk over de markthal, is eigenlijk als concept bedoeld om spullen te kopen en vervolgens thuis te bereiden. En er zit omheen wel een schil aan restaurants. Je zou dit meer nog kunnen vergelijken met de Amsterdamse foodhallen. Met dien verstande dat wij naast de vaste ook de wisselende keukens hebben en veel meer aan evenementen doen. Dus qua beleving gaan we nog een slag verder dan dat. En qua sfeer zit het een beetje tussen de Amsterdamse foodhall en de Phoenix Food Factory in Rotterdam in. Dus een beetje dat ruige industriële wat het pand ook met zich meebrengt. Maar wel het comfort van goed sanitair, goede centrale vloerverwarming wat erin zit.